Voor ons zit toetsenist Wibout Burkens. Niet alleen een toetsenist die speelde met diverse grote artiesten, maar ook producer en initiator van diverse muziekprojecten, theaterproducties. Welkom Wibout. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Kun je even een korte inleiding vertellen voor de mensen die luisteren naar de podcast en op YouTube? Hallo allemaal. Met wie je allemaal hebt gespeeld? Name dropping. Ja. Ik ben na mijn conservatoriumtijd als producer opgeleid, maar ik deed daarbij ook jazzpiano. En toen vond ik eigenlijk die opleiding heel technisch en toen dacht ik van nou, ik vind het leuker om de muziek in te gaan. En toen ben ik via Manuel Hugas, die het horen kunnen spelen. Die hier staat af te breken. Ja. Die introduceerde me weer bij Ton Dijkman. En Ton Dijkman was toen al in die tijd, en dan praat ik over 1996, was dat al de sessiekoning. Ton Sena Kanon noemde ze hem toen al. Omdat hij heel veel platen inspeelde. Ja. En via Ton kwam ik bij Borsato terecht. En dat was voor mij eigenlijk een hele leuke periode. Omdat ik kwam eigenlijk uit de crossover. Jazz en funk en fusion en soul. Dat was dat is nog steeds mijn ding. En toen kwam ik ineens bij Borsato terecht. En dat was een hele grote leerschool. Omdat daar ik kreeg een soort stoomcursus popmuziek, pop keyboard spelen. Ook het inspelen van zijn platen of puur nee, live? Dat was eigenlijk de reden waarom ik ook weer na een kleine 2 jaar ermee ophield. Omdat John Eubank deed dat. En John Eubank is zeg maar niet een sessietoetsenist. Dus hij is zeg maar niet virtuoos en hij kan het ook niet snel. Maar wat hij speelde was zo verzorgd en precies en minuscuul kloppend met mooie voicings, arrangementen, partijtjes. Dat toen ik dat ging doen, dacht ik gelijk, wauw, dit wil ik helemaal snappen en kunnen. En toen heb ik het tot op de bodem uitgezocht. En dat was voor mij een hele grote leerschool. En het live was voor mij ook een soort leerschool om met Ton te spelen. Was een soort beleving. Ik weet nog, een van de dingen die ik leerde was, als we dan speelden in die grote zalen of stadions. En dat was heel gaaf, maar dat was ook heel spannend. Dus ik had een hartslag die van de zenuwen. Ja, ja, ja. De rode vlek in mijn nek zat ik daar te wachten tot ik me op mocht. En dan had ik een metronoom en dan speelde bijvoorbeeld een liedje. Dat was toen De Waarheid. Ja, dat was toen een hit. Ja. En dat was 60 bpm. Dus dan tikte ik zo 61 bpm. Veel te langzaam dat ding. Batterij zijn dan. En toen leerde ik ook dat zeg maar je referentie BPM, als je in rust bent, is natuurlijk veel lager dan dat je zenuwachtig bent. Ja. Dus dan gaat hij dan omhoog en dan klopt 60 niet meer, zou ik maar zeggen. En Ton die had, of heeft hij nog, de waanzinnige, heeft een waanzinnige feel. En als hij dan speelt in een ballet en hij wil meer energie geven, dan is een normaal gevoel, wat je al in de klassieke muziek ziet, als je zeg maar als Mozart naar het chorus gaat, hè, dan gaat de tempo omhoog. En klassieke muziek beweegt in tempo. Ja. Maar popmuziek is dat een soort van not done. Het moet altijd strak blijven. En wat Ton doet, als hij naar het refrein gaat in zo'n nummer als de ballet, die gaat eerder hangen, in het tempo hangen, waardoor er ontzettende spanning komt. Dus in volume en in grootsheid, arrangement gaat het omhoog. En ik wilde ook naar voren, maar hij ging juist hangen. Dus het was, in die tijd kwam ik achter dat soort typische dingen die in popmuziek. Ja, want ik wil het al. Het valt mij nu al op dat je eigenlijk praat als een producer. Je praat over het geheel in plaats van alleen over het piano spelen. Ja, dat heb ik denk ik wel meegekregen. Mijn jeugddroom was Quincy Jones. Als ik een held had, was het Quincy. En Quincy was een trompetist. Eerst begonnen in de jazz, maar daarna werd hij producer. En dan bedoel ik eigenlijk niet de hit producer, want volgens mij is dat ook een soort mazzel die hij ook heeft gehad. Want in die documentaire die nu is op Netflix, hele leuke documentaire, dan zie je vooral ook hoeveel niet-hits die heeft gehad. Echt gewoon honderdduizenden niet-hits heeft hij gehad. Meer dan 1000 stukken gecomponeerd. En al die platen ingespeeld en waanzinnige platen. Maar en dan, daar zaten er ook hits bij. Hij heeft natuurlijk ook vanuit dat sociale netwerk, wat ook bij produceren hoort, kwam die, weet je wel, via The Wizard of Oz kwam die bij Michael Jackson. En toen werd hij zo groot. Maar eigenlijk daarvoor vind ik hem nog veel interessanter. Ja, ja. Maar hoe zag het traject voor jou er dan uit na Borsato? Want het is toch een grote stap als je zegt van ik maak zoveel mee. Ja. Tegelijk zeg je, ik wil toch verder en ik ga dat terrein verlaten. Ja, ik wilde toen uit en ik vond in die muziek vond ik eigenlijk veel interessanter. En toen kwam ik terecht bij Blom de Lingy. Dat is een meisje die heeft nou een band in Engeland.
Boom Boom Tak. Boom Boom Tak. Een hele grote wereldhit gehad. Maar die had toen een bandje en dat was heel erg geïnspireerd door Björk. En toen dacht ik van, ik wil weer helemaal naar een soort vrije rol. En dat was heel, heel gaaf. En dan speelde ik alleen maar op een klavinet en op samples. En ik wilde me meer verdiepen in die indie muziek. Net over Quincy Jones, die begon eigenlijk als speler en die ging daarna echt de muziek schrijven, speelde ook af en toe nog wel mee. Is dat ook hoe jij het produceren ziet, het meespelen en vanuit daar iets creëren voor iemand anders? Nee. Ik vind produceren is heel divers. Er zijn natuurlijk ik heb een eigen bandje met deze jongens ook, met wie net in me ingespeeld, Liquid Spirits, en dan produceer ik het met die jongens, dus dan speel ik het en overleg de hele tijd. Maar bijvoorbeeld als er een band naar me toe komt, noem maar wat, Jungle by Night, dan ga ik echt heel lang zitten met de jongens, wat willen jullie? En dan ben ik eigenlijk heel dienstbaar in het concept wat zij voor ogen hebben. En dat gaat automatisch door mijn systeem heen van hoe ik muziek maak, mix, hoor. Maar als ik je zo hoor spelen, dan is dat toch wel echt een muzikale uitlaatklep. Het is echt de interactie die je opzoekt met je medemuzikant. Ja. Het is toch heel wat anders te produceren waarbij je alles van tevoren bedenkt. Is dat voor jou, moet die balans er zijn? Nou, dat interactie. Wat ik heel jammer vind tegenwoordig is, omdat er eigenlijk zo weinig plaat meer wordt verkocht, zijn de budgetten omlaag gegaan, is dat het proces van produceren heel erg wordt gemaakt al in de preproductie. Dus iedereen komt super goed gerepeteerd binnen, komt in de studio en dan zegt alleen maar, jongens, snel, tak, 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 opnemen, weg. En eigenlijk is het veel leuk als je met een half idee binnenkomt en dan zo in die studio een beetje staat te waaien. Van, wat staat daar? Hey, leuk, ik zie de phone, is dat niet lachen dat we dat nog even dubben? Dus het creatieproces. Ik heb net een plaatje opgenomen, of net vorig jaar een plaatje opgenomen, met een heel leuk Amsterdams bandje, Zita Kula, Afrobeat. Ja. En toen hebben we ook gezegd van, we willen 10 dagen de studio in. Nou, we hadden het in 3 kunnen opnemen. En dus we hebben heel erg de tijd genomen om te zeggen, hey, ga jij eens daar alleen snare spelen of doe eens een toeter daar. Produceren en spelen gesproken. Toen je aan het spelen was, draai je aan al jouw keyboards. Je hebt een mooie core gestaan en nog je speelt op de Fender Rhodes en alles. Maar je bent heel erg bezig met het tweaken van je geluid. Is dat iets wat je altijd al in je had of is dat later gekomen? Nee, ik denk dat ik inderdaad heel erg luister als producer. Dus heel erg probeer te luisteren in het geheel. En sound is zo'n wezenlijk onderdeel van een productie. En ik weet geen percentage, maar ik voor mijn gevoel is altijd productie, dus sound, misschien wel 50% van je emotionele beleving waarom we muziek zo kicken vinden. We zitten heel erg op van, het moet gaan over harmonie, melodie, ritme en dan lyrics en als de vocale muziek is. En dat zijn de parameters, daar worden we op de Buma Stemmen op afgerekend. Maar ik denk dat als je muziek in een bepaalde context opneemt, dus met de juiste galm, die plaatgalm met een bepaalde sfeer, bepaald orgel dat daarmee staat, spelen of strijkers, geeft dat gevoel van nostalgie of kick of energie. Dus ik denk dat productie een heel grote factor is van de beleving van waar je kippenvel van krijgt of waar je van moet janken of waar je staat te springen van jezus. Ja. Ik begrijp dat je de laatste 5 jaar ben je veel met theaterproducties bezig. Ja, samen met Michal Varekamp zijn we de koppen bij elkaar geslagen. En toen hebben we gezegd van, we zaten samen in een bandje, Vito Brothers. En of de zaal was leeg, of we speelden hem leeg. En toen dachten we, want het is wel lachen dat recalcitrant, maar zullen we een keer gewoon andere muziek maken? En toen hebben we begonnen en dachten van, nou doen we Maals. Maals, dat noemen we zo, Maals, uitroepteken, dat snapt iedereen. En als we er dan 10 doen, hebben we al in ieder geval 9 gigs dan meer dan we normaal hebben. En toen kwamen we bij een impresariaat terecht en die kwam terug met een lijst van 50. En omdat we zeg maar een soort toegankelijkheidsslag hadden gemaakt naar het theater toe, dat we ons heel erg goed realiseerden van we wilden niet een concert doen, maar we willen daar een theatrale input aan geven. Dus we werken met acteurs, actrices,
Met een script en een regisseur, met een lichtplan. En dat, daar zijn we super serieus in. Hebben we ook een soort vorm gevonden waarin we muziek kunnen maken in een theatrale setting. Dus met een verhaal en met een dramaturgische lijn en een spanning. Ja, ik heb die Miles gezien. En het viel me wel op dat jullie waren gewoon aan het spelen, zoals je hier ook in de studio speelt. Dus dat is meer een soort van omhulsel waarin je gewoon je muzikale vrijheid kan gieten. Als ja. Adem. Ja. Is dat bij die nieuwe shows ook zo? Nou, de Miles was eigenlijk de eerste set. Toen hebben we een Chamroos erbij gehaald als vocalist, wat Miles nooit deed. Maar daardoor hadden we ineens tekst en we hadden ook Jimmy Rage die gedichten voorlas en werd geprojecteerd. En vanaf toen zijn we producties gaan maken, bijvoorbeeld over Billie Holiday, over Louis Armstrong. En hebben we de muziek zeg maar wat in de tegenwoordige tijd geplaatst. Dus we zijn geen oude muziek gemaakt, maar anno nu. Ik ben een orgel bijvoorbeeld, wat toen er helemaal niet was. En we hebben bijvoorbeeld bij die twee producties Joy Wilkins erbij gehaald. Een actrice en een onwijze zangeres, ook een ongelooflijk goede actrice. Maarten van Hinten schreef toen script en toen konden we echt het verhaal gaan vertellen. Toen kwam het gesproken woord erbij. In een verhouding denk ik 25% tekst, dramaturgie en 75% muziek. Dus dat, en het is een concept wat we heel leuk vinden. Ja. En als ik het dan weer terugkoppel naar Quincy. Quincy zie ik eigenlijk nooit meer spelen. De laatste 30 jaar niet in een band. Maar jij zoekt toch de combinatie op van ik wil het wel produceren, ik wil het organiseren, maar ik wil ook zelf spelen. Ja, dat is toch het onmisbare voor jou? Het is het onmisbare, het is ook het brood. Ik vind het ook, ik voorzien iets wat ik zelf leuk vind om te doen. He, want ik zou als theaterproducent zou ik ook bijvoorbeeld kunnen, heel goed kunnen denken, maak een heel commercieel theaterproduct over het Nederlandse levenslied. Of zoiets, volksmuziek. En ja, prima, maar dat is niet mijn ding. Dus dan zou ik ook qua hart denk ik niet zo'n gevoel bij hebben. Wat is jouw ding? Soul en crossover, jazz en soul. Dat alles wat daartussenin in zweeft. En ik vind anno nu is het zo'n onwijs gave tijd waarin we leven. Het ontwikkelt zich zo supersnel, ook die jazzmuziek. En ik geef les op het conservatorium, op de popafdeling in Amsterdam. En dan komen al mijn studenten, die zijn tussen 18 en 22 gemiddeld. Dus die komen met alleen maar muziek. Moet je dit checken. Ja. Dat is een groot speeltuin is het. Ja. Nou vragen wij altijd ook wel aan een boodschap voor de jonge generatie. Hè, en voor de toekomst. Want je geeft ook les, dus je ziet het. Wat ja, gebeurt. Ik krijg wel eens bijvoorbeeld bij de open dag. Komen dan een jongen, die wil dan heel graag. En dan ook van die ouders erbij. Vragen dan, wat kan mijn zoon nou later gaan doen? Is er een beetje toekomst voor hem in de muziek? En kan hij wel wat verdienen? Is er wel een beetje zekerheid? Ik zeg, ik zou het niet doen dan. Want ik denk dat waarom je naar het conservatorium moet gaan en waarom je in de muziek gaat, is gewoon dat je totaal gepassioneerd en lijp bent van dat pak. En daar komt uit voort dat je daar je living mee maakt op een of andere manier. Maar dat is volgens jou wel de voorwaarde, gewoon die absolute je passie. Je moet absoluut passie en helemaal lijp ervan zijn. En ik denk ook dat het gemengde beroepspraktijk, wat jullie hebben en wat ik heb, dus en producer en je schrijft songs en ook voor anderen, heb je af en toe daar weer een hitje van voor de Buma of dan heb je weer Sena met die. En je hebt je eigen band voor je uitlaatklep. De totaliteit is de gemengde beroepspraktijk. En dat geeft denk ik volgens mij ook de meeste overlevingskansen. En ik heb wel eens tijden gehad dat ik alleen maar op podium speelde. En ik heb tijden gehad dat ik heel veel studio deed. En dat wisselde elkaar dan af. Vind ik zelf ook heel leuk. We sluiten af. Jij wilde nog één hele belangrijke persoonlijke vraag stellen. Zei je tegen mij net. Die je bijna niet durfde te stellen. Maar leeftijd. Jij begon met dit spelen. Nee. Dat vond ik. Ik denk het wordt te pijnlijk. Jij ging al terug naar de jaren 90. Ja, maar het is 2006. Dus ik denk dat we hierover te laten. Ja, oké. Die persoonlijke vraag die komt dan nog. Ja. Voor de mensen die dat willen weten. Laat een comment achter hieronder. Doe een duimpje omhoog. En dan... gekkigheid. Wieboud Burkens, onwijs bedankt. Ja, voor het komen, bedankt. Voor het spelen. Te gek. Heel veel succes en we gaan je volgen. Dank jullie wel.